Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Ralf de Pachter, gefeliciteerd. Man of the match en een mooie overwinning. Was het een mooie overwinning, vond je? Nou, weet ik niet. Een beetje een rommelige wedstrijd volgens mij. Met name aan het begin hadden we een beetje stroeve start. Maar uiteindelijk hebben we wel het verschil ruim kunnen maken. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Is het moeilijker om je voor dit soort potjes op te laden? Als je dan zo'n mooie Europese wedstrijd gespeeld hebt afgelopen woensdag. En dan komt met alle respect Den Helder. Is het moeilijk om je daarvoor op te laden? Nou, op zich heb ik... Nee, denk ik niet. Ik probeer gewoon elke wedstrijd hetzelfde te benaderen. En ja, met name, we hadden ook gezegd, we moeten met meer energie spelen. Dus dat heb ik geprobeerd te doen vandaag. En dat ging wel goed volgens mij. Dus ja, ik probeer gewoon, zoals ik zei net al, te focussen op elke wedstrijd. Op naar de volgende eigenlijk. En hoe moeilijk is dat dan? Want ja, natuurlijk probeer je op dezelfde manier op te laden. Maar als ik jullie vandaag met name derde kwart zag spelen, dacht ik van, goh. Er sluipt een beetje iets rommeligs in. Misschien lieten jullie ook wel wat meeslepen door het niveau van Den Helder vandaag. Maar... Ja, je merkte dat we met iets minder energie uit de kleedkamer kwamen inderdaad. Dus dat is misschien een puntje om voor de volgende wedstrijd daarop wat meer te focussen. Maar overal denk ik dat we wel met genoeg energie hebben gespeeld. Ja. Jullie draaien eigenlijk een fantastisch seizoen tot nu toe, hè? Ja, het gaat best goed. We hebben niet voor niks denk ik de tweede ronde in Europa bereikt. Ik denk dat we goed klikken als team en dat we een diep team hebben. We hebben een lange rotatie op de bank, dus dat is heel prettig. Ja. Is het nu ook lekker dat je eventjes dan een weekje eigenlijk niks hebt? Althans geen doordeweekse wedstrijd en dat je dan zondag kunt opladen voor Feyenoord? Ja, op zich is dat wel prettig, ja. Want nu kunnen we dus ook komende week iets meer trainen dan we normaal kunnen. Dus normaal hebben we een beetje hersteltraining en kunnen we niet echt concentreren op dingen die we nog kunnen verbeteren. En dat kan komende week wel. En we hebben ook iets langere tijd nu om voor te bereiden voor Feyenoord, die tweede staan. Dus dat we daar wat meer in de details kunnen gaan wat zij doen op het veld. Ja. Eigenlijk tot nu toe misschien wel de verrassing, Feyenoord? Of is dat voor jou niet zo'n verrassing dat zij tweede staan? Nou ja, weet ik niet. Ze hebben best wel een goed team. Een paar goede Nederlanders. En ja, ik vind wel dat ze een goed team hebben. Dus op zich niet echt een verrassing. Nee. Wat is het grootste gevaar tegen Feyenoord aanstaande zondag? Het grootste gevaar? Nou, weet ik niet. Ik denk dat we gewoon dezelfde focus en energie moeten brengen zoals we elke wedstrijd doen. En ja, dan moeten we gewoon thuis van Feyenoord kunnen winnen. Ja. Jij vandaag man of the match, gefeliciteerd daarmee. Doet dat je nog iets of vind je dat niet zo belangrijk? Ja, dankjewel. Nee, natuurlijk is het altijd leuk als je lekker zelf speelt en je team ook. Dus ja, dat is wel heel prettig. Ja. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.